Iedere dag worden door medewerkers van Vitens honderden watermonsters genomen. Een monster is een klein beetje water dat afgetapt wordt. Dat monster nemen gebeurt bij iedere stap in het drinkwaterproces, van bron tot kraan. Dagelijks worden deze watermonsters bij het lab ingeleverd. Op de flesjes zit een barcode die gescand wordt en waardoor men in het laboratorium in Leeuwarden precies weet waarop dit monster onderzocht moet worden. In het waterleidingsbesluit staat welke stoffen in het water mogen voorkomen. Hier wordt het water gecontroleerd met de allermodernste en betrouwbaarste meettechnieken. Zo mogen er natuurlijk geen ziekteverwekkende bacteriën zoals Legionella voorkomen, om maar wat te noemen. Daarvoor worden kleine schaaltjes met water op kweek gezet in een verwarmde afgesloten ruimte. Daarna wordt er gekeken of er bijvoorbeeld Legionella voorkomt in het water. Maar het watermonster wordt nog op veel meer punten gecontroleerd. Het water wordt onder andere ook onderzocht op troebelheid, zuurgraad, kleur en hardheid. Dit proces is grotendeels geautomatiseerd. Een nauwkeurig analyseapparaat meet verder bijvoorbeeld ook nog de hoeveelheid ijzer, natrium en lood in het water. Ook zijn er meettechnieken om te onderzoeken of de restanten van bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen in het water opgelost zitten. Vrijwel altijd is de kwaliteit van het water in orde. Maar zelfs bij de minste afwijking van de wettelijke normen grijpt Vitens direct in. Onze gezondheid staat altijd voorop.